zondag vandaag en we gaan even op buitenrit. Gisteren natuurlijk lekker gewandeld. En ik heb wel alvast een vestje aan. Tess die heeft verlichting aan. Want het wordt heel snel donker. En het is wel pas 4:30 of zo, maar om 4:30 is het al dat de zon ondergaat. Dus om 5:00 is donker. Als je dan net toevallig net wat later of weet ik veel wat bent, dan zien ze je niet meer. Dus we hebben gewoon reflecterende spullen aan. En ik denk dat ik binnenkort even bij Danielle van de Horstor langs ga, die een van onze sponsoren is, om even wat reflecterende spullen te halen. Want het is toch wel erg snel heel erg donker. Oké, daar is Tess. En zoals je ziet, die heeft zelfs lampjes. Dus die doen we straks lampjes aan. Dan kunnen we er goed zien. Je ziet inmiddels, de zon gaat onder. En het is... Het is pas 4:10. Kijk maar, daar gaat de zon al. Nou, ze waren hier ergens iets met vuur aan het doen. En buiten dat, ik weet niet wat het was, maar het stond ze allebei echt helemaal niet aan. Dus het is even afgestapt. En die heeft ze even er langs geleid. Het was niet, ja, ik weet ook niet waarom. We zijn het er echt helemaal niet mee eens. We gaan naar huis. Het is bijna donker. Maar het kan nog net. Dinsdag. Ik ga zo Blondie freestylen en dan ga ik vooral oefenen met draf. Van draf naar galop en van galop naar draf. Want dat vinden we allebei nog een beetje lastig. Let op, galop, kort. Goed zo, meisje. Hey. Let op, galop, kort. Goed zo. En ho, draf, braaf. Stap. Oh, stap. En oh. Stap. En oh. Draf. Braaf hoor. Let op. Galop. Kar. Braaf. Goed zo, meisje. En ho, draf, braaf. En ho, ho. Stap. Ho. Goed zo, brave pony. Het is koud. Het is heel koud. Wacht even, kijk maar. Er zit een deken op. Maar kijk, het is ook twee laag, zeg. En we gaan vandaag met Tess eigenlijk net als vorige week eerst weer mooi de ontspanning opzoeken. Kijk, dat zien we nou al heel mooi. En hoe sneller en beter we de ontspanning voor elkaar hebben, hoe eerder we wat meer richting een wedstrijdhouding kunnen kijken. En weer richting een beetje wijken kunnen zoeken. En dat natuurlijk afwisselen met steeds een beetje laag. Dan weer naar boven en weer een beetje lager instellen. Dat we zo mooi de rug en de buik blijven trainen. Ja, en weer vragen. Kan ik wijken? Kan ik wijken? Dus een beetje rem en controle maken aan je buitenteugel. En dan vragen, kan ik wijken? En let op, ze gaat pas op die linkerkant loslaten. Als dat de rechteroor naar beneden toe is, hè? Ja, ja, goed zo. Dus je rijdt, eigenlijk ga je de schijnovergang naar de stap opzoeken. Terwijl je een beetje gaat wijken voor je rechterkuit. Dus je gaat een beetje langzamer. Je dwingt haar daardoor een beetje om haar lichaam meer te gaan, om de rug meer te gaan gebruiken. Daarin wil je een klein beetje kijken met die binnenkuit. Kan ik wat wijken? En als ze ontspant, dan maak je daar gebruik van door weer wat naar voren te rijden. Ja, goed zo. En als ze dan weer strak wordt, dan ga je weer een beetje terug. Ga je eerst weer die rust opzoeken, daar die ontspanning. En dan ga je weer naar voren toe rijden. Daar, zo. Twee teugels. Dus, maar dat zit hem in je schouders. Als je schouders strak zijn, dan gaan je handen mee met je lichaam. Zo, ja. Ja, geef niet. Niet harder, niet harder. Even aanhouden met links. Goed zo. En weer opzij voor die rechterkuit. En weer opzij. En dan weer op zoek
naar dat ze niet die neus meer naar beneden doet, maar die oren meer laat zakken. Niet die binnenteugel. Ja, blijf. Ja, blijf je. Aan rechts. Aan rechts. Niet die linkerteugel. Niet die binnenmondhoek losmaken. Dat is het laatste waar je aan mag denken. Zo, als die sterk is aan links, moet meteen jouw linkerbeen ingrijpen. Dus in het begin moet je even controle maken, maar door steeds daar met dat been een beetje eraan te zitten, dan komen ze beter aan het been. Goed zo, hartstikke goed gereden. Kijk. Oh, nog meer. Dus iedere keer als ik heb gebukt om bijvoorbeeld een hindernis te verstellen, moet ik al mijn knopen weer opnieuw dichten. Nou, Tessa die heeft al lekker wat losgereden en dat ziet er keurig uit. Dus we gaan nog even samen een stukje galopperen. Dan gaan we lekker beginnen aan het springen. Zondag hebben we voor het eerst oefenspringen. Nou ja, niet voor het eerst denk ik, maar wij samen gaan dan voor het eerst oefenspringen. Dus ik wil eerst even een beetje ontspanning naar de sprong toe. En daarna lekker kijken of we met controle en goed voor elkaar het parcours kunnen springen. Zoals we dat ook zondag zouden willen. Ruim galopperen. Grote galopsprong. Goed zo. Oké, nou kijk maar eens of je zo in deze galop een keer naar het steltje kan komen. Het gaat er mij niet om dat je afstand rijdt of iets, maar gewoon lekker galopperen naar die eerste paal. En dan moet de rest vanzelf. Goed, recht. Oh ja. Netjes gehusteld. En dan doe je zo je hand veranderen. Ja, doe je weer. Nee, deze ligt precies in de weg. Mooi schouder. 1, 2, hop. Dat is zonde, want je afstand was heel mooi. Ja. 1, 2. Heel erg goed. 1 keer, yes. Zondag gaan we op oefenspringen. Dus daar zullen beide hindernissen ook allemaal hekjes en allemaal gekleurde dingen hangen. Dus we maken het vandaag thuis ook iets spannender als normaal. Dat we eigenlijk een beetje voorbereiden op zondag. Dat bijna alles wat we zondag tegenkomen, dat het meevalt. En dat wat minder is. Nou, bereid maar lekker voor, Tess. Ja, goed gedaan. Even van hand veranderen, Tess. Doen we even je springschoen. En dan mag je weer verder. Je moet wel je spullen eraan houden. Nou moet ik bukken. En niet om het een of het ander. Maar dan gaat mijn jas open. Dus dat is dubbel. Naar. Kun je niet even bovenaf filmen? Ja. Oké, daar gaat mijn jas, jongens. Alle drukkers ook, hè? Als ze een hele spannend vinden. Zorg dat je niet te veel met je hand van links naar rechts gaat sturen. Maar echt tussen je teugels en die kuiten zo dat lichaam. Dat ze niet een kant op kunnen rennen. Dat je ze echt een beetje opzuigt. Heel goed gereden. Die koe die is dus makkelijker. Hè? Er staat niks onder, maar daarna komt het hekje. Daar gaan we sowieso op kijken. Maar er is één optie en dat is er overheen. Sluit hem op, sluit hem op, sluit hem op, sluit hem op. Dan geef je dan strenger weer. Hand daar, veel dik. Hand daar, veel dik. Oh, zonder dat je hem links af laat rennen. Heel goed, meisje. Helemaal nog een keer vanaf die voet, hè? Zitten. Ja, en dan mag je verder. Wel even goede galop. Oh, meteen hier. Been. Ja. Keurig. Keurig. Heel goed gereden. Heel goed gereden. Goed dat je dan gewoon aan blijft zullen met je kaart. Goed gereden. Dan moet je er zelf gewoon weer kracht op dit doen. Voor de rest.
Even stappen. En even goed belonen. Hartstikke goed, Tess. Ga je snel. Als je heen, ga je heen. Ja, dat is perfect. Goed zo. Ja, goed hoor. Kijk verder. Stuur mooi een beetje buiten de teugel. Heel goed. Ja, en door. Oh, nog één keer, Tess. En nog één keer. Blijf maar die twee draaien. Ja, super gereed. Eén keer galop weer sneller. Oh. Oh, gaaf. Goed zo. Lekker uitdragen, Tess. Hartstikke goed. Zo. Nou, en als we weten dat dit kan, gaan we dat ook gewoon elke week een beetje meepakken. Ja. Totdat we zo elke week, gewoon elke week op al die hindernissen een kleedje hebben liggen. Goed hoor, hartstikke goed gereden. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Dat ging heel erg goed. Daarna hebben we er zeiltjes en pionnen en allemaal spannende dingen bij gezet. Omdat we natuurlijk zondag gaan een kliniek rijden. En we dachten, nou, we gaan alvast oefenen. Het was wel een beetje spannend, maar het is gelukt. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Als je deze weekvlog leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Dan vind het belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!